dat jullie kijken. Vandaag gaan wij heerlijke ijsjes eten. We hebben deze ijsjes en we hebben die ijsjes. En we gaan kijken wie het snelst een ijsje kan opeten. Heren, welk ijsje willen jullie? Dat ijsje of dat ijsje? Pak een ijsje. Kom hier, ik maak ze wel voor jullie open. Wie wil er een cornetto? Ik wil eten! Vangen. Wie wil er een cornetto? Ja, vangen. Goed zo. Wie wil een aardbei-ijsje? Goed zo, vangen. En jij ook? Vangen. Hoppakee. Nou, maak ze open. Klaar voor de start. Oh, wacht. En degene die wint, die krijgt nog een ijsje. Go! Ja, dat gaat snel. Hij is bijna op, het stokje moet helemaal schoon zijn. Oh, dat is een jaar hier. Oh, bijna. Maar de mond moet leeg zijn. Nee, Lia. Ja, maar hij is hem bijna helemaal leeg. Helemaal schoon. Ik wil geen ijs meer zien. Kijk ik hoe de jury dat zien. En de winner is... Ja, Kiara is de winnaar. Nou, wie gaat er als tweede eigenlijk? En Liam als tweede. En nu mensen de twee is de papa dan. Drie minuten of zo, dat is snel. Maar de condato is ook wel moeilijk. Nee, ik kan hem helemaal op zijn. Ja, hij is op. Nou, maar ja goed, die twee slakken daar tegenover me, dat duurt nog even wat die hebben gewonnen. Dus Keanu heeft gewonnen, die heeft een ijsje gewonnen. Komt die Keanu, alsjeblieft. Maar Keanu wil niet nog een ijsje. Keanu wil niet nog een ijsje. Dus dat gaan we, kom maar terug. Dus wat gaan we doen? We gaan het ijsje verloten onder de likers van dit filmpje. Dus als jij dit filmpje liked, dan kun jij een ijsje winnen. Dus geef me in het commentaar je adres en wij sturen je dit ijsje op. Het kan wel zijn dat die gesmolten is. Zeg maar tot ziens. 3. Doei. 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 Doei.